Breekt de zon vandaag nog door? De ochtend start op veel plaatsen grijs. Lokaal valt ook een spat regen. En ook als we op de satellietfoto kijken, dan zien we op veel plaatsen rondom ons land. En met name ook in onze aanvoerrichting veel bewolking. Het ziet er allemaal vrij somber uit, maar het lijkt erop dat het allemaal wel wat beter gaat worden. Een hoge drukgebied boven de Britse eilanden gaat er namelijk opschuiven naar ons land. Dat betekent dat de wind vanaf zee uiteindelijk steeds verder gaat draaien. En uiteindelijk waait er morgen een zuidoostenwind. De bewolking die wordt daarmee min of meer de zee opgeblazen, waardoor het met name morgenmiddag toch een vrij zonnig weer is. Ook zaterdag zien we vaak de zon, later is er wel wat meer kans op stapelwolken, misschien een enkele bui. Maar dan gaan we zondag opnieuw de zon zien, maar dan wordt het wel wat kouder. Vanmiddag dus op steeds meer plaatsen de zon. Dat gebeurt dan waarschijnlijk vanuit het noordwesten, maar ook in het binnenland breekt het wolkendek op steeds meer plaatsen. Er is niet veel wind, meestal zwak tot matig uit het noordwesten. En daarbij temperaturen op de meeste plaatsen een graad of 13. Het is dan vrijwel droog, maar heel lokaal blijft een spatregen mogelijk. Vannacht dan zijn er wolkenvelden, maar er zijn verspreid ook brede opklaringen. Met name in de westelijke helft van het land kan in die opklaringen vannacht ook mist ontstaan. Onder de bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 5. Maar in brede opklaringen kan voordat er mist ontstaat de temperatuur dalen naar een graad of 2. Morgen dan is het wisselend bewolkt. De dag start op veel plaatsen wel grijs. Dat kan zijn door nevel en in het westen ook door mist. Maar uiteindelijk is het smiddags vrij zonnig, het is overal droog en de temperatuur loopt flink op naar lenteachtige waarden van 14 tot 17 graden. En daarbij met name landinwaarts toch erg weinig wind waardoor het een perfecte lentedag is. Zaterdag dan is het wisselend bewolkt en mogelijk dat er in de middag landinwaarts een enkele bui valt. Op veel plaatsen een graad warmer dan op de vrijdag met op de warmste plaatsen lokaal 18 graden. Zondag dan zien we veel vaker de zon, blijft het overal droog, maar met de frisse noordenwind wordt het dan niet warmer dan een graad of 11 en dat blijft eigenlijk ook maandag zo. Op de lange termijn zien we dat de temperatuur geleidelijk aan wel weer gaat oplopen, mogelijk weer richting lenteachtige waarden van 15 graden. Daarmee zitten we rond of iets boven de normale waarden voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.